Afgelopen week zijn de coronamaatregelen versoepeld. Terrassen mogen tussen 12 en 6 open. Er kan weer zonder afspraak worden gewinkeld. En de avondklok is verleden tijd. Volgens premier Mark Rutte is het nu vooral aan de gemeentes om de versoepeling in goede banen te leiden. Je zou kunnen zeggen: de landelijke overheid gooit nu de verantwoording over de schutting bij de gemeentes. Ja, dat is wel een beetje zo. Maar gelukkig doen we het uh, niet allemaal uh, alleen. Um, um, via onze bestuurders en via onze medewerkers staan wij in goed contact met uh, de afdeling uh, van de horeca Nederland in Woerden. Um, eigenlijk hebben we wat er nu allemaal staat te gebeuren al voorbereid. Dus dat is allemaal eigenlijk al in kannen en in kruiken. Uh, vergroting van de terrassen, uh, de overkappingen, uh, de afspraken die we daarover gemaakt hebben. Uh, de vrijstelling van de precario voor het komend jaar en uh, voor de periode die nog volgt. Uh, met stadshart zijn we bezig, uh, goede afspraken gemaakt. Want uiteindelijk zijn zij veel beter in staat dan wij om dat goed te organiseren. En uh, dus wat dat betreft uh, loopt dat uh, allemaal heel goed. We moeten ons natuurlijk wel met elkaar wel goed aan de maatregelen houden. Uh, de winkels zijn natuurlijk ook open, maar we moeten afstand houden. Uh, geen groepsvorming, uh, we moeten de handen blijven wassen. Want uh, ja, het is toch nog steeds een spannende tijd, de druk op de zorg is hoog. Uh, ...dat blijft toch heel spannend. En uh, ja, uh, dus uh, we zijn er nog lang niet. Die maatregelen die, uh, die houden onder meer in... ...dat uh, winkels maar een x-aantal mensen per vierkante meters binnen mogen laten. De controle daarvan, in eerste instantie natuurlijk de verantwoording van de winkelier... ...maar in tweede instantie zal de gemeente met haar BOA's daar ook wel, denk ik, op letten. Hoe gaat u dat nou doen? Weet u nou van elke winkel of weten de BOA's van elke winkel... Hoe groot het vloeroppervlak is en hoeveel mensen er dus binnen zouden mogen? Nee, we laten dat echt aan de winkeliers over. En als we signaleren dat het in een winkel wel heel erg druk is, dan gaan we in gesprek met de winkelier. Dus uh, maatwerk uh, en vooral preventief, uh, daar gaat het uiteindelijk om. En uh, dan spreken we de winkelier erop aan van goh, uh, zorg dat er wat minder mensen in zaak zijn. Inmiddels is een flink deel van de 60-plussers in de gemeente worden gevaccineerd. Na verwachting heeft het merendeel van de inwoners die dat willen, in juli een prik gehad of dat dat ook de sluiting van het vaccinatiecentrum op de Bleek betekent is nog maar de vraag want er wordt rekening mee gehouden dat er ook in de toekomst opnieuw gevaccineerd gaat worden.